Goed. Wat is nou het allerdrukste moment in een winkel? Zaterdag, begin van de middag. Deze man overviel juist op dat moment een winkel. En al die mensen die er toen waren, konden hem blijkbaar niet schelen. Dat baart de politie behoorlijk zorgen. Kijk mee. Aan de Goudse Singel in Rotterdam zit vlakbij supermarkt Dirk, slijterij Dirk 3. Op de bewakingsbeelden van afgelopen zaterdag 10 december om 1 uur... zie je al hoe druilerig en druk het dan op straat is. Binnen staat een klant af te rekenen als deze man de zaak binnenkomt. En direct zijn vuurwapen op de kassamedewerker richt. De geschrokken klant loopt maar snel de winkel uit, terwijl de overvaller briefgeld eist. Een tasje voor zijn buit heeft hij niet, dus snijdt hij een Dirk 3-tasje van naast de kassa. En grist het laatste briefje zelf nog uit de lade. Met zijn buit in het slijterijtasje vlucht hij in de richting van het Oostplein. Wie herkent hem? De donkergetinte man is ongeveer 1,75 meter lang, sprak accentloos Nederlands, heeft heel specifiek een pokdalig gezicht en wordt rond de 30 jaar geschat. Hij droeg een donkerkleurig jek, pet met best opvallend een glimmende klep met daarover een zwarte capuchon. Wat verder nog opviel was zijn, zo leek het, net iets te korte broek met daaronder witte sokken. Ja, het is dus druk. Die man heeft niet eens nagedacht over waar het geld in moest. Zulke bijna impulsieve daders zijn soms de gevaarlijkste. Heeft u deze overvaller gezien rond die Goudse Singel in Rotterdam? Of nog beter, weet u wie het is? Meld het via live.politie.nl of bel dus de opsporingstiplijn hier.